De regering heeft de COVID-maatregelen aangepast. Dat is gisteren op een Zoom-persconferentie bekendgemaakt. Minister ad interim van Volksgezondheid, Krishna Kumari Mathura, gaf aan dat er de komende 2 weekenden een totale lockdown zal gelden. Mathura neemt waar voor minister Umar Ramadien, die in het buitenland zit. De regering heeft vanmorgen op een raadsvergadering de nieuwe maatregelen verder besproken. Laten we beginnen met de maatregelen. Door te zeggen van de algemene maatregelen die blijven van kracht. Van Mohanna, dat we een mondkapje op hebben, dat we handen wassen, dat we afstand blijven behouden en dat we proberen zoveel mogelijk in huis te blijven. Dat blijft gewoon. Daarnaast hebben we gezegd van we kijken naar de lockdown. Periode, dus de avondklokperiode. En dat hebben we nu gebracht van maandag tot en met donderdag, telkens van 8 uur tot 5 uur in de ochtend. En van vrijdag tot en met maandag van 6 uur. Ja, 6 uur tot 5 uur in de ochtend. Dus 18 uur tot 5 uur in de ochtend. De andere wijziging is dat enkele niet-essentiële diensten nu wel open mogen. Recreatieoorde met extra vermelding. Geen groepen van 5 personen en die contact hebben met elkaar. Orde die cabana's verhuren, die kunnen gezinnen inchecken, maar met een extra aanmaning dat zij alleen mensen van eenzelfde gezin in een huis laten verblijven. Inderdaad, malls, er was een vraag van, ja, zijn malls open? Ja, malls en kledingzaken en detailzaken zijn open en gebedshuizen zijn nu open. En ook natuurlijk outdoor dining, beperkt is dat ook mogelijk. We gaan een extra beroep doen op outdoor dining van niet groepen van hele grote groepen, maar conform de protocollen die er zijn voor die groep. Dat staan we toe. Markten. Markten heb ik al genoemd. Markten die open zijn, in de buitenlucht zijn, daar hebben we inderdaad ook toestemming voor gegeven. Dus dat is het verschil met de vorige maatregelen. Krishna Kumari Mathura, minister van Volksgezondheid ad interim, was dat gisteren op de Zoom-COVID-persconferentie.